De Noorse voetbalsters zijn dinsdag goed begonnen aan het kwalificatietoernooi voor het WK van 2019 in Frankrijk. De Scandinaviërs waren dinsdag voor eigen publiek in Sarpsborg veel te sterk voor Slovakije, 6-1. Noorwegen, een van de concurrenten van Oranje in groep 3, leidde bij rust al met 6-0. Caroline Graham Hansen, 2, Lisa Marie utland Elise Torsnes. Gurowe Eiten en Maren maakt maakten de doelpunten. In dezelfde poelen stuit Noord-Ierland dinsdagavond nog op Ierland. De Oranje vrouwen starten de WK-kwalificatie op 24 oktober met een thuiswedstrijd tegen Noorwegen. De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De beste vier nummers twee krijgen een herkansing in de play-offs.